Op dit huisje hebben gewoon serieus 3645 mensen gereageerd. Ik zat in een appartement, een tijdelijk appartement, waarvan ze zeiden dat de sloop nog wel uitgesteld zou kunnen worden. Dat het nog wel jaren zou duren dat ik daaruit zou moeten. En dat alle vaste bewoners of nette bewoners een vaste woning via hen zouden krijgen. Nee, na een half jaar kregen we eigenlijk allemaal uit het complex een mail van 5 januari moeten jullie eruit. En toen begon de stress, want mijn moeders relatie ging ook net uit, of was ook net uit. Dus we kwamen eigenlijk met z'n tweeën bijna op straat. We zijn toen geïnterviewd door de Gelderlander. En uiteindelijk heeft een gezin het verhaal gelezen. Die dit plekje eigenlijk als vakantieplek hadden en het nu dus verhuren aan ons. Oké, maar dit is ook best wel groot hoor. Nog. Even kijken. Ik heb dit huisje aangeboden gekregen door mijn werkgever, door mijn bijbaan die ik hier had. En dan ben je bijna klaar met je studie. Ja, klopt. Dus? Ja, dus moet ik wisselen van baan en moet ik ook hier uit dit huis? Ja, voor vakantie is het leuk eventjes, maar het is niet te doen om zo lang hierin te wonen. Want in de zomer is het echt heet, kan het echt plus 40 graden hier binnen worden in de serre. Dan moet je naar buiten om af te koelen, terwijl de meeste mensen naar binnen gaan om af te koelen. We zoeken nu eigenlijk het hele stuk tussen Utrecht en Zwolle. Ja, want je staat bij hoeveel woningbouwverenigingen geschreven? 6. Ja. Ja, ik ben gewoon niet de enige. Er zijn zoveel mensen, duizenden mensen die, net zoals ik, ook een klein huisje, appartementje willen. En dat is natuurlijk ten eerste, het is een puinhoop in de huizenmarkt, op welke markt dan ook.